hele goede morgen. Vandaag is het vrijdag. Mijn haar is echt ontploft. I don't know why. En ik ben klaargemaakt. By the way, ik heb geen make-up op. Ik moet alleen make-up op doen. Ik heb een klein beetje eyeliner aangebracht. Zoals jullie zien heb ik best wel veel roodheden in mijn gezicht. Dat heb ik altijd. Daar kom ik ook echt niet van af. Ik heb er alles voor geprobeerd. Het heeft gewoon met doorbloeding te maken en zo. En ik denk dat er nu heel veel mensen zijn die aan het kijken zijn en denken, oh ja, dat heb ik ook wel. By the way, ik laat jullie gelijk mijn outfit zien. Dit is een spijkerjasje die ik bij de Mango heb gescoord. Tenminste, ik heb hem bij een vintage winkel gescoord in Turkije, maar hij is van de Mango. Ik heb hier een hemd aan die ik ook in Turkije heb gekocht. Spijkerbroek van de Zara, by the way. Dit is echt mijn fave spijkerbroek ever. En deze hebben ze al lang niet meer in de collectie, maar deze heb ik al iets van 4 jaar of zo. En elke keer als ik deze aan heb, dan vragen mensen aan mij welke spijkerbroek is dat. Dus mocht die spijkerbroek ooit terugkomen, dan ga ik het jullie gelijk laten weten. En ik neem deze tasje mee, of portemonnee mee van Gucci. Ik had deze laatst in mijn vlog laten zien en toen had iemand onder mijn vlog gereageerd. Hoe vaak ga je nog je tasje laten zien? En toen zei ik ga hem heel vaak laten zien. Dus hierbij meid, dit is hem nogmaals. Oké, en af. Ik ga zo naar de praxis, want ik moet even spotjes halen voor in mijn zaak. Mijn broer komt vanavond. Die gaat bij mij op de zaak aan het werk. Gaat hij allemaal spotjes in het plafond plaatsen. En ook allemaal schakelaars en wcd'ers of zoiets. Ik weet niet wat het is, maar goed, dat ook nog. Dus ik ga even naar de praxis en daarna ga ik langs mijn vriendin Noël. Ga ik even lekker bij haar koffie doen, even gezellig bijkletsen en ik neem jullie gezellig mee. Nou jongens, ik ben in Huizen beland. We gaan, Blaricum. Nou, en ik ga even eten bij de etent blushing van Gordon. En dit is, by the way, fave spot van Noël. Jongens, wat zijn we aan het maken? Pancakes. We zijn pancakes aan het maken, jongens. Pancake day! Mama, waar ik ga bijna vallen! Denk. Mama, wij moeten ook nog veel hebben. Ja, guys, dit is dus het zakje die ik heb gebruikt voor de pancakes. En dit is echt mijn favoriete. Is van Dr. Oetker. Deze heb je niet in Nederland. Misschien wel bij een Turkse supermarkt. Maar ik ben deze nooit hier tegengekomen. Ik koop hem altijd. Ik koop dit eigenlijk altijd wanneer ik in Turkije ben. En mijn schoonmoeder en schoonzusje die zijn gisteren naar Turkije vertrokken. Dus ik heb mijn schoonmoeder een foto gestuurd om dit voor mij mee te nemen. En dit kun je bijna in alle supermarkten in Turkije kopen. En believe me, niks is lekkerder dan dit. En ik ben sowieso gek op pancakes. Ik maak ze zelf ook soms zelf. Maar als ik dit in huis heb, dan gebruik ik dit altijd. En het is een super makkelijk recept. 1 ei en 150 ml melk gebruiken. That's it. Wil je geen spikkels? Nee, ik wel. Hoe doe je dat? Gewoon, we zijn toch pancakes aan het maken? Jullie zullen zeggen, dat is papa, dat is mama, dat is Arda, dat is Zeen. Ben jij niet zo mini? Nee. Nee? Je wordt bijna 4, hè, Zeen? Dan ben je al denk. Maar Zeen wil heel graag 5 worden. Hij zegt tegen iedereen dat hij 5 wordt. Waarom? Omdat ik wil naar voetbal. Ja, je wilt ook voetballen, hè, bij Arda. Ik was elkaar. Hallo iedereen, mentors. Wil iedereen op mijn bezoek komen elkaar? Wat zeg jij? Het is alweer tijd voor avondeten en ik ben even net naar de Jumbo geweest. Ik heb echt best wel veel gehaald. Even kijken. Bami schijf. Vegetarische kroketten, lumpia's en ik weet niet wat ik nog meer heb gehaald. Van die snoep, komkommers, garnaaltjes voor in de vriezer. Nou,
Griekse yoghurt. En de laatste tijd ben ik echt verslaafd hieraan. Maakt niet uit van welke merk, maar ja, dit drink ik dus weer dagelijks. Dat deed ik ook gewoon echt iets van bijna 8-7 jaar geleden. Dronk ik dit ook echt dagelijks, was ik zwaar verslaafd aan. En nu heb ik weer zo'n fase dat ik dit gewoon elke dag wil. Vandaag gaan wij mijn favorite pasta maken. Ik heb zo vaak jullie laten zien wanneer ik deze pasta maak. Met kookroom normaal en met zo'n Boursin cuisine knoflook en fijne kruiden. Beide zijn light, spinazie, snoeptomaatjes en normaal maak ik deze pasta met garnalen. Maar vandaag ga ik dat met zalmfilet doen, want mijn schoonvader die eet mee. En hij lust geen garnalen als het goed is, dus heb ik even zalm gedaan. En de zalm ga ik voorbereiden in de airfryer. Nou, mijn pasta is bijna klaar, alleen zalm moet er nog op. Zalm heb ik dus in de airfryer gedaan. Kijk, nu heb ik zalm toegevoegd. Een hele goede morgen. Vandaag is het woensdag. Ik ga zo even naar de huisarts met Arda en Zeen. Ik heb zelf een probleempje of ik maak mezelf ergens zorgen om bij mezelf. Maar daar ga ik niet hier over op beeld hebben. De afspraak is voor mij en voor Arda. Want Arda heeft hier in zijn nek heeft hij een kliertje. En dat heeft hij al echt al heel lang zitten. En dan heb ik het echt over bijna een jaar. Hij is er al 2 keer op gecontroleerd. En ik ben benieuwd wat de arts vandaag gaat zeggen. Eigenlijk is het soort van een kleine kleertje. Maar ik ben weer een moeder die zich altijd zorgen maakt over alles. Soms heel overdreven. Maar ja, ik heb altijd dan liever overdreven dan te laat zijn met iets. Maar ik denk niet dat er iets is of zo. Dat denk ik niet. Ik heb straks een begrafenis. Een paar dagen geleden is de beste vriendin van mijn moeder plots overleden. En wij hebben echt met z'n allen heel erg een shock gehad. En vandaag is haar begrafenis en we gaan vandaag daarheen. En ja, zij was gewoon net een tweede tante voor mij. Ik kan me ook mijn jeugd hier in Nederland niet herinneren zonder haar. Ze was zo een lieve vrouw. En ik hield echt nog steeds. Ik hou zoveel van haar. Ik ben vandaag niet zo echt in de mood of zo. Maar ja, dat komt ook door de begrafenis. Of ik blij ben met mijn koffieapparaat. Ja, ik ben er heel erg blij mee. En in het begin miste ik mijn andere apparaat die ik op de zaak heb staan. Maar nu vind ik deze wel heel erg fijn. Voor de mensen die willen weten welke apparaat dit is, precies, kijk even naar mijn vlog waarin er wordt gezegd volgens mij dat ik een nieuwe koffieapparaat heb aangeschaft. Volgens mij is dat de titel, nieuwe koffieapparaat. Hmm. Buiten? Ben jij? Eigenlijk ben opa. Ben jij een opa? Hoe heet jij opa? Dede. Dede? Kom, we gaan naar de huisarts. Kom jongens. Jongens, ik ben naar de huisarts gegaan. En ja, alles goed eigenlijk. Alleen ik ben doorverwezen naar een privékliniek. Want het probleem dat ik heb, of dat ik denk dat ik heb... krijgen hier geen verwijzing naar het ziekenhuis. Ik vind dat zo stom. En ik zou het liefst echt willen dat ik kon zeggen tegen jullie wat het is. Want ik denk dat ik daarbij ook heel veel vrouwen... Sorry, bijna. Alles gaat opeens aan in deze auto. Wait a minute. Ik doe gewoon auto uit, beste. En bij met Arda ook everything okay. Dus de afspraak is goed gegaan. Alleen ik moet contact opnemen met een privékliniek. En ik heb een doorverwijsbrief gekregen van de huisarts. Alleen wat het inhoudt is dus dat als ik een afspraak maak bij de privékliniek, gaat het mij ongeveer 1000 euro kosten. Maar het is het wel waard. Alleen ik vind het echt belachelijk veel geld. En ik vind het ook belachelijk dat hier in Nederland wij vrouwen niet verzekerd zijn voor dat soort dingen. En ik ben even net naar de bloemist geweest.
Ik heb even bloemen gehaald. Voor op de grap. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ja, en ik ben ook best wel down. Maar dat hoort erbij. Echt jongens, geniet zoveel van je leven zolang je dat kunt. Echt waar. Je weet nooit wanneer je einde is. Zo, ik ben denk ik ready. En ik ben ook net even naar de zaak geweest. Heb even alle spullen gepakt die ik nodig heb voor zaterdag voor de shoot. En morgen ga ik naar Rotterdam. Guys, wij komen net uit Zara. Ik ben met Sofia. Hi Sofiesk. We zijn in Rotterdam. En we zijn bezig met de voorbereidingen. Voor wat? Nou, wij gaan zaterdag shooten. Een leuke videoshoot. En we gaan allerlei spulletjes kopen. Even de laatste dingen afronden. Ja. En ja, we zijn ook klaar, hoop ik. Ja. We zijn helemaal ready. Echt hè? Nou, wij zijn nu in H&M. Oh my god, Sofiesk. Kijk deze jack, zo leuk. American style. Ja, zo'n bomber jack. Ja, wel leuk. Kijk dan, dit is wel echt heel vet. Ja, voor nu is het te warm, maar het is wel echt heel vet. Voor de herfst. Voor de dames die hem ook leuk vinden. Hier, voilà. Nou ja, in de H&M slagen we niet. Guys, ik ben bij Elite kappersalon terechtgekomen. En ik ga jullie gelijk ook even het telefoonnummer en alles laten zien. Want ik krijg steeds de vraag, waar verf je je haren, waar knip jij jouw haren? Oké, jongens, voor afspraak bel haar. Dus niet zomaar hier aan de deur komen. En wat gaan wij doen vandaag? Mijn haren knippen. Oh ja, wil je even mijn haar van achter laten zien? Ja, tuurlijk. Hoe lang mijn haar is geworden? Nou, mijn haar is super lang geworden. Yeah. We gaan even puntjes knippen en de voorkant ook wat korter maken. Was echt nodig om punten te knippen? Ja, echt nodig. Ja, ik merkte het ook echt. Het valt gelijk goed uit. Ja. We gaan ook botoxbehandeling doen straks. Ja. Dus het komt helemaal goed met jouw haar. Nou jongens, ik heb nu een botox behandeling in mijn haar. Dus vandaar dat mijn haar ook echt een hele andere kleur heeft gekregen. We gaan dit zo uitwassen. En je merkt al, dit is by the way de eerste keer dat ik botox behandeling doe. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Maar ik merk nu al hoeveel, ja, dat ik veel meer glans in mijn haar heb. Het voedt je haar blijkbaar heel erg ook. Dus dat is wel fijn. Het is echt super laat, maar met mijn haar duurt het altijd heel lang. Het is gewoon echt zonder grap, hè? Huh? Nee, ik vind je erg laat. Ja, dat weet ik, schat. Ik ben niemand, Ja, maar ik ben aan het vloggen. Ja, maakt niet uit. Elita vindt niet erg. Maar mijn haar zit er... Kijk dan. Kijk hoe shiny mijn haar is. Dit is gewoon niet normaal. Het voelt zo zacht en zo, zo lekker aan. Dus ik ben echt blij dat ik een botoxbehandeling heb gehad. Elita, hoeveel kost botoxbehandeling bij jou? Ja, dus vanaf 70 euro. Vanaf 70 euro. Ligt aan de lengte van je haar en de dikte van je haar. Maar het is sowieso goed om dit te doen. En ik ben echt blij dat ik dit heb gedaan. Steve, ja. Ik wil jou bedanken. Voor? Voor het ophalen van mijn nieuwe schoenen. Voor je lelijke schoenen. Ik ga stuk. Vind je ze echt niet mooi? Ja, ik vind ze echt niet mooi. Guys, ik ben bij de weer vandaag één dag verder. Welke dag is het vandaag? Het is vandaag vrijdag, de 13e. De 13e. Nee, vrijdag de 13e. Ja. Oh ja, klopt. Ongelukdag. Gelukkig zit ik al de hele dag thuis. Guys, ik ben vandaag de hele dag aan het voorbereiden. Want morgen hebben wij de eerste videocampagne shoot voor Mika Amsterdam. Dit zijn items die ik ga dragen. Deze zijn allemaal van Naked. Wij zijn gesponsord door Naked voor de shoot. Dus dat is super leuk. Maar deze komen nog op mijn TikTok, op mijn Instagram en op mijn backstage video die we gaan opnemen voor Mika Amsterdam. Dus ik wil jullie ze nu niet helemaal laten zien, maar er zitten echt heel veel leuke items tussen. Vandaag heb ik zoveel pakketjes ontvangen. Dit is wel een van de leukste.
van Benefit. En kijk hoe leuk dit is. Een soort van een koffertje. En dit is zo'n leuke PR pakket. Echt niet normaal. Even kijken of ik hem zo 1, 2, 3 open krijg. Voilà. Love Your Brows Benefit. Kijk hoe leuk. Ik gebruik by the way zelf ook deze brow pencil. En nu heb ik hem erbij. Dus super fijn. Er zitten ook allemaal producten in die ik nog niet ken. Maar dit is toch hartstikke leuk. Kijk hoe cute. Een pincet. En dit vind ik al helemaal geweldig. Om je spulletjes erin te doen. Kijk hoe leuk. Thank you so much Benefit. Echt. Heel blij mee. Ik heb hier prachtige kimono binnen van Le Olive. In maat SM. Wear it, love it, show it. En hij is gepersonaliseerd voor Mika door hun. Kijk hoe leuk. Ik ben zo blij hiermee. Dat we deze morgen kunnen dragen. Tenminste dat ik deze morgen kan dragen voor de shoot. En kijk hoe zacht die aan de binnenkant is. Ik vind hem echt prachtig. En de kleurcombinatie ook by the way. Ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Dus thank you so much. En onder deze video post ik ook hun link en de website. En ook een link van de kimono die ik hier heb liggen. En dan kun je direct bestellen mocht je deze willen. Is echt heel leuk om te doen. Gewoon voor jezelf. Met je eigen naam erop. Vandaag is het echt pakketjesdag. En ik heb een jurk binnen van Emma Dress. www.emmadress.nl. En ze zit gevestigd in Vianen. Ze heeft hele leuke gala jurken. Jurk die ik binnen heb gekregen, die is ook voor morgen. Voor campagne shoot. Ik kan jullie niet hele jurk laten zien. Helaas nog niet. Maar dat komt nog wel op mijn Instagram. Maar zo ziet hij eruit. Ik heb hem hier hangen. Kijk hoe cute. En dit zijn de Yeezys waar we het over hebben. Of de schoenen die Moes vandaag heeft opgehaald. Deze heeft hij opgehaald bij VDV Sneakers. Ik heb vaker gezegd dat ik sneakers bestel of via VDV Sneakers of via Galley Store of via Sneakers Legend. Maar deze heb ik dus besteld bij VDV Sneakers. Ik heb ze zelf in maat 38 besteld. Want ja, normaal heb ik 37, maar Yeezys heb ik altijd, in normale sneakers heb ik altijd 38, 2 derde. Maar deze gaan volgens mij alleen met een hele maat. Dus heb ik 38 gehaald in plaats van 39. En ze zitten wel echt lekker. En ja, ze zijn echt super cute. Alleen Moes vindt ze echt lelijk. Maar ik vind ze echt geweldig. En dan lach je. Ik zie jou lachen.